Het aantal weidevogels in Nederland daalt onrustbarend. Vader Harry en zoon Thijs Mensink schiepen een paradijsje voor weidevogels op Erve Vleerboer in Albergen. Wat voor vogels zien we hier nou zoal? Eigenlijk sinds dit jaar de groethoorn doet het heel goed. Die hebben we ongeveer 45 hebben we geteld. De nesten moeten nog komen, dus dat is nog even afwachten. Maar wij vermoeden dat ze blijven, de meeste althans. En misschien dat er nog wel bij komen, maar dat kan ook nog. De eerste kieviteien zijn al wel 2-3 weken geleden gevonden. Dus er is al wel wat. Hier zijn ze druk bezig. Dus ja wij lopen het land op zich niet in. Hooguit om predatie te verjagen. Wanneer kan ik de kleine kievietjes zien, denk je? Het ligt er even van wanneer ze nu gaan leggen. Maar dan is met een week of 3-4. Ik had ook al gehoord bij een ander plasdrasgebied dat ze vergunning hebben gevraagd om kraaien te vangen en ergens anders uit te zetten. Speelt dat hier ook? We hebben hier inderdaad wel heel veel kraaien, dus het zal inderdaad wel een welkom zijn om dat te mogen. Ja. Hoe is het nou als de vogels terugvliegen weer naar hun oorspronkelijke gebieden? Dan vliegen ze over Frankrijk, België. Zijn ze daar een beetje beschermd? Met name in Frankrijk zijn ze bezig, want in Frankrijk mag ze steeds bejagen. Dus het is een beetje lullig als je hier beschermt en hier over heel Nederland gezien wordt echt miljoenen ingepompt. Ja, en daar schieten ze weer uit de lucht. Dus, maar er is nu een verbod op, voor dit jaar ook weer. Maar ze zijn bezig om het gewoon definitief een verbod op te stellen in Frankrijk. Om het gewoon definitief te verbieden. En mogen er ook mensen komen kijken hier? Ja, we hebben een kijker. Momenteel zijn ze ermee bezig. Hij is bijna gereed. Ja, vanaf aankomende week. Dan is die vrij te bezichtigen voor iedereen die wat het mooi vindt om bij de vogels te bekijken. Wij zijn bezig met schoolprojecten om misschien ook klassen te kunnen ontvangen. Het is een prachtig stukje hier en je kan hier ook prachtig op de fiets naartoe. Ik zie dat je ook een pleisterplekje hebt. Misschien wil je het adres even noemen dat mensen dan weten waar ze terecht kunnen. Ja. We hebben een bedrijf Erve Vleerboer. We zitten aan de Vleerboersweg 28 in Albergen.